Autobedrijf Johan Zelten in Wilbertoort biedt een complete dienstverlening voor uw auto. Voor onderhoud, reparatie, airco, banden en glasservice. Als medeverkoop van alle merken auto's kunt u bij ons terecht. De gemeente Boksmeer gaat deelnemen aan het project Samen Sterk in het Buitengebied. Burgemeester van Soest, wat houdt het project in? Ja, dat is een project dat is ooit ingesteld door de provincie Brabant. Samen met de politie, met de waterschappen, met natuurmonumenten, Brabant Landschap. Uh, dat zijn de beheerders van het buitengebied om, uh, om met elkaar uh, ja, zeg ik, de schoonheid van het landschap te handhaven. En dan moet u denken aan het optreden tegen vervuiling van het landschap, tegen uh, misbruik van de natuur. He, ik denk daar bijvoorbeeld, uh, en dat is van belang voor Boksmeer, aan het uh, wildcrossen in de bossen. Ja, maar ook uh, komt het voor dat bijvoorbeeld uh, illegale stortingen worden gedaan in, in de bossen of op het uh, platteland. Heeft de gemeente Boksmeer hier veel last van? Wij hebben daar ook last van, zeker in onze, onze bosgebieden. Maar waar wij, vooral, waar wij vooral last van hebben, en daarom doen we ook mee met dit project: dat is het, het crossen in de bossen, met name in Overloon. En hoe denkt u dit hier dan tegen te gaan? Door handhaving. Dus dit is een project waarbij met name ook opsporingsambtenaren actief zijn in het buitengebied. Dus dat, kunnen, dat kan politie zijn, maar dat kunnen ook speciale BOA's zijn. Hè. Dat zijn bijzondere opsporingsambtenaren. Dit project loopt vanaf 1 januari. Hoe werd het voorheen dan geregeld of opgelost? Ja, eigenlijk, eigenlijk niet echt. Uh, laat ik zeggen, mondjesmaat. En dat was een probleem waar veel gemeenten tegenaan liepen. En aanvankelijk hebben we gezegd: van, nou, we, we doen niet mee met dat project. Uh, met, met alle gemeenten van de Ant van Kuik. Maar we hebben toch moeten constateren nu dat ja, de gemeenteraad, die heeft ook daarom hem gevraagd, zal ik het zo zeggen. Tijdens de begrotingsvergadering heeft de raad met name aandacht gevraagd om dat cross in de bossen tegen te gaan. En dan hebben we eens goed gekeken, hoe kunnen we dat doen? Kunnen we dat politiecapaciteit inzetten of eigen boa's? En dat was eigenlijk niet zo direct voorhanden. Voor en toen hebben ze gezegd, nou laten we dan maar dit project meedoen, mee dat is er eigenlijk voor bedoeld. Uh, en ja, daar, daarom doen we mee, maar daarvoor was er eigenlijk, wij deden A niet mee met het project en B we hadden te weinig capaciteit om uh, extra uren van, van onze eigen mensen daarvoor in te zetten. De gemeente Boksmeer is dus de enige gemeente van de vijf gemeenten uit het land van Kuik die hier aan meedoet? Op dit moment wel. We hebben ooit met z'n vijven besloten om het niet te doen. Uh, en wij zijn daarop teruggekomen, nogmaals ook vanwege de problematiek die hier dan specifiek is. Uh, ik wil niet zeggen dat de andere gemeenten uh, dat die ook niet een keer mee zullen doen. Maar op dit moment is dat inderdaad niet het geval. De gemeente Mil heeft bijvoorbeeld ook veel last van wildcrossers. Ja, dat klopt. Maar dat, dat is destijds ook, uh, ook in, in Mil. is daar heel veel aandacht aan besteed. Ik durf wel te zeggen dat de hele discussie... voor zover ik mij dat kan herinneren in ons politieoverleg... is, is door, door Mail eigenlijk aan, uh, aangedragen. Maar er is in Mil inmiddels een alternatief... Uh, ...gekomen door een, legale, een legaal parcours te gaan maken voor het crossen. We hebben het nu voornamelijk over wildcrossen, maar het gaat natuurlijk om meer vormen van overlast. Wat wordt er nu meer onder verstaan? Nou, overlast, dat, dat houdt er dan met name in, wat ik straks ook noemde... ...als het gaat om het, het vervuilen van het landschap. Uh, soms door, ja, gewoon, gewoon door, ik zeg, een troep die de mensen weggooien... Maar zeker ook als het gaat om grotere vervuilingen en denk maar maar eens aan het illegaal storten van chemisch afval en die tonnen van ecstasy afval en dat soort dingen, dat komt ook voor. Zijn er bepaalde punten in de gemeente meer waar dit meer voorkomt? Nou, de bosgebieden zijn over het algemeen nog wel eens wat aantrekkelijker voor mensen die dingen willen doen die dagelijks niet kunnen verdragen. Maar de verrommeling, om het zo te noemen, dat vind je natuurlijk op veel meer, meer plekken in het buitengebied. Dit project loopt al binnen andere gemeenten in Nederland. Hoe is daar de ervaring? Nou, met name in Brabant zijn er toch nog flink wat, ik geloof die 36 gemeenten die uh, los van die natuurbeschermingsorganisaties meedoen. Uh, en daar zijn goede resultaten geboekt. Uh, die, 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 erva die ervaringen hebben we ook allemaal uh, meegekregen. En dat is, dat is een reden om te zeggen: nou, dan, dan gaan we met dit project meedoen, dat versterkt het project. En we hebben mensen die ervaring hebben met het project en ook met, met handhaving. Het project loopt nu anderhalve maand binnen de gemeente Boksmeer. Is daar al iets in opgevallen? Nou, nog niet echt. We zijn nog niet zo lang bezig. We hebben in ieder geval gezegd, we doen mee voor drie jaar. En dan gaan we gewoon eens kijken of dat, uh, of dat door kan gaan.